Ik krijg heel regelmatig van sportvissers de vraag van joh, vis jij nou weerhaakloos of vis je nou met een weerhaak? Wat is nou het beste en waarom doe je dat? Nou, ik kan het je wel vertellen. Ik vis zelf het liefst weerhaakloos. Om de dood eenvoudige reden dat het en veel simpeler is om de vis te onthaken. Vaak valt die haak er al uit. En op heel veel vijvers met name ben je ook al verplicht om weerhaakloos te vissen. Tweede voordeel van weerhaakloos vissen is dat als die haak in je materiaal komt, in je kleding, in je schepnet of wat dan ook, gaat die er ook veel makkelijker uit. En een derde voordeel. Dat is voor jou als sportvisser. Als jij die haak nou in je vingers krijgt, of in je hand, of in je been of wat dan ook, gaat die er veel makkelijker uit. Je zou de eerste sportvisser niet zijn die met weerhaken vist en die vervolgens naar de eerste hulp kan van een ziekenhuis om die haak eruit te laten trekken, toch? Zijn er nou alleen maar voordelen aan weerhaakloos? Nou, weerhaakloos vraagt met name als je praat over kleine vis en als je het over de duivel hebt, ik vang vis. Ik zit op Snake Lake, wat ik al zei, vis met een harde pellet en pakken het schepnet er eens bij, want volgens mij komt er iets aan. Nou, als ik met een weerhaak vis, het voordeel van weerhaken is natuurlijk dat vast is. Dat geldt voor alles, voor de vis, voor je kleding en voor je hand als die erin zit. Als ik voor de pot ga vissen, dus als ik naar een forellenvijver ga en het de bedoeling is dat je alle vis mee naar huis neemt, dan gebruik ik natuurlijk weerhaken. Dat is natuurlijk duidelijk. Kijk, een prachtig exemplaar ik hier tussendoor van. Weerhaakloos, want ja, wat ik al zei, je moet hier ook weerhaakloos vissen. Het is een kwestie van vastpakken. Ho. En de haak is er al uit, zoals je kan zien. Vis kan terug. En klaar is die. En 9 van de 10 keer is dit ook wat er gebeurt. Als je weerhaakloos vist, dan is vaak de haak er al uit voordat je de vis te pakken hebt in je leefnet. Dus kortom, het is aan jouzelf natuurlijk om te bepalen of dat je met of zonder weerhaken vist. Ik denk zelf dat weerhaakloos vissen een stuk vriendelijker is voor de vis. Een stuk beter is voor de sportvisser. En het zorgt ervoor dat je materiaal gewoon veel langer meegaat. En of dat je nou zoveel minder vis vangt als je weerhaakloos vist, betwijfel ik. Ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Veel succes met je keus en het is aan iedereen om te bepalen of dat hij weerhaakloos vist of met weerhaak. Als jij nou een vraag hebt waarvan je graag zou willen dat ik hem eens zou behandelen, schroom dan niet om mij gewoon een pb'tje te sturen. Vrij simpel en dan kijken we wat we ermee kunnen doen. Als je mijn filmpjes zo leuk vindt dat je zegt van goh, ik zou me wel willen abonneren op dat kanaal van die Gijs Nederlof, ook dat kan. Klik gewoon op de abonneeknop. Het is gratis en je bent als eerste op de hoogte van de filmpjes die ik plaats. Wij zien elkaar vast wel ergens aan de waterkant. Tot kijk!